dat is wel zeg maar iets wat ik altijd doe. Maar voor de rest voor de rest nee. Voor geen de rest... favoriete onderbroek of... Nee. Of laat me zeggen, ik zeg eerlijk, de laatste tijd wel, hè. De laatste tijd heb ik dat wel. Dat ik opeens gewoon, als ik wedstrijd heb, dat ik altijd zeg maar één onderbroek aan heb, wat ik denk ja, van die ja. Die zit gewoon lekker. Ja. Welkom bij de Q&A van T-Mobile. Ik ben Javencio, dat is Fabian. En jullie hebben leuke vragen opgestuurd en die gaan we lekker beantwoorden. Begin jij maar. Zal ik beginnen met de eerste vraag? Yes. Nou, we beginnen meteen met de leukste vraag, denk ik. De vraag van Mo. Wat is je grootste geheim? Mijn grootste geheim? Maar ik kan het niet vertellen. Dat is een geheim, dus ja. Dat kan ik niet vertellen. Je kan maar... het wel een klein beetje vertellen. Ik heb niet een geheim of zo, dus... Je bent een open boek. Ja, we hebben een open boek, ja. Vertel wel gewoon... Je bent altijd eerlijk. Ja. Eerlijke jongen. Bijna altijd dan. Vraag van Jeffrey. Wat vind je het moeilijkste aan keeper? Dat is een hele goede vraag. Het moeilijkste aan keeper. Altijd op het juiste moment stilstaan voor het schot. Dat vind ik wel het moeilijkste. Omdat tegenwoordig gaat voetbal heel snel. Ja. Veel beweging. En als de speler van buiten naar binnen komt. Of andersom van binnen naar buiten. Dat je op het juiste moment van schieten stilstaat. Dat vind ik denk ik wel het moeilijkste. Een vraag van Michael Moss. Ik weet dat het gaat komen. Wat dan? Iets met Holendrecht. Nee. Rap of voetballen? Ja, zie je? Ja, gewoon voetballen. Michael was een onder 19 trainer, assistent trainer. Goeie band mee en ik ging altijd in de klikken, maar altijd rapmuziek luisteren. Dus hij was altijd grapjes maken van, ben je nou rapper of ben je nou voetballer? Wat is het nou? Nee, maar natuurlijk gewoon voetbal en ja, ik luister gewoon heel veel rapmuziek. En ja, dus daar, vandaar die vraag, denk ik. Dus, en ben je nog op trainingskamp Ja, ook nog op trainingskamp ook nog optreden gegeven. Was net rennen. Nee, niet zo goed. Niet zo goed. Een vraag van Devlin 030. Wie was vroeger jullie voorbeeld? Mijn voorbeeld was vroeger, toen ik echt klein was, was Buffon. Ja. En toen Noyer een beetje kwam opzetten, toen werd wel echt Noyer mijn voorbeeld. Ja. Die van jou? Ja, van mij Marcelo. Marcelo. Dat is waar ik echt naar opkeek. En ja, nu kijk ik ook wel een beetje naar Mendy. Van Real. Van City? Ja, nee, van Real. Oh, van Real. Die vind ik echt goed, man. Dus ja. Een vraag van Sonny van Kranenburg. Hoe zorg je ervoor dat linksback de leukste positie van het veld is? Ja, je moet het eigenlijk zelf leuk maken. Gewoon, natuurlijk moet je gewoon goed verdedigen. Maar de momenten dat je zeg maar, kan aanvallen, moet je gewoon meedoen in aanval. Mm. En als je tegenwoordig kijkt, de moderne linksbacks doen ook echt alleen maar mee in het aanvallen ook. De positie van back is ook wel veranderd in de laatste jaren. Ja, daarom. Vroeger was het eigenlijk alleen maar verdedigen. En nu is het bijna alleen maar 9 van de 10 keer aanvallen. Verkapte niks buiten. Ja, zoiets. Leuk. Vraag van Sam Bakker. Doen jullie voor de wedstrijd nog een speciaal bijgeloof? Nee, eigenlijk niet echt. Gewoon mijn eigen voorbereiding. De avond ervoor gewoon lekker thuis. Pasta eten. Voetbal kijken als voetbal op is. Of een film kijken. Tijd naar bed. En de dag zelf van de wedstrijd, niet heel veel bijzonder. Een beetje muziek luisteren, een beetje rustig aan doen. Jij? Ja, ik ook niet echt heel veel. Alleen zeg maar wat ik wel heb als ik zeg maar, op het veld kom, lijkt altijd een kruis. Omdat ik zeg maar, ik geloof in, ik ben christendom. En ja, dat lijkt altijd een kruis even bidden naar de Heer daarboven. Dus dat is wel zeg maar, iets wat ik altijd doe. Maar voor de rest geen, voor de rest, nee. Voor geen de rest... favoriete onderbroek? Of, nee. Of laat me zeggen, ik zeg eerlijk, de laatste tijd wel. Hè. De laatste tijd heb ik dat wel. Dat ik opeens gewoon, als ik wedstrijd heb, dat ik altijd zeg maar één onderbroek aan heb. Wat ik denk ja, van maar ja. Die zit gewoon lekker. Ja. Dus de laatste tijd heb ik dat wel. Een vraag van Tycho 030. Goal of assist? Ja, ga ik toch wel voor de goal. Ja? Ja. Heb je al gescoord? Nee, nog niet. Eerst moet nog vallen, maar hij gaat wel snel vallen. Ik was, ook niet bij Jong? Ja, bij Jong wel. Tegen? Volgens mij helemaal sport. Maar ja, bij 1 nog niet gescoord, maar gaat binnenkort wel varen. Jullie moeten eens opletten. kijken. Een vraag van Boris 030. Ben je altijd keeper geweest? Eigenlijk sinds dat ik jaar of 7 of 8 ben. Ik begon vroeg in de F13 als speler. Toen kwam ik spits zeker ook weer. Nee, middenvelder. Spelverdeler. Nee, box-to-box. Alleen maar rennen. Overal waar de bal was, was ik. En toen kwam ik in de F2 als speler. Toen hadden we keeper nodig. En toen ben ik gaan keeper en toen ben ik nooit meer weggegaan. Een vraag van Ginter Bosma. Wat was je ergste blessure? Ik zeg je eerlijk, ik heb gelukkig nog nooit echt erge blessures gehad. Mm-hmm.
Maar dan als ik eentje moet kiezen, dan wel volgens mij vorig jaar. Als ik geblesseerd geraakt aan mijn knie. Nee, vorig jaar nog. Niet aan mijn knie, aan mijn hamstring. Ja. Lag er 2 maanden uit. En toen was ook zeg maar, een beetje vervelend blessure, omdat ik trainde bij het eerste mee. Dus het ging ook net de goede kant op. En toen raakte ik geblesseerd. Dus ik ben terug naar jong. Dus ik denk dat dat wel dat mijn ergste blessure is geweest. Vervelendste blessure. Ja, ook vervelend. Ja. Ja. Dat ook nog een vervelend moment ook. Mm-hmm. Kijken, vraag van. Ik weet niet of ik het goed zeg. Egoli 030. Hoe was het toen je te horen kreeg dat je mocht keepen in het eerste? Ja, fantastisch. Ik kwam na de winterstop, kwamen we terug op de club. Toen moest ik bij de trainer op kantoor komen bij René. En ik had helemaal geen idee waar het over ging. En hij viel meteen met de deur in huis van vanaf nu ben je eerste keeper. Ja, ik was super blij. Zelfs een beetje sprakeloos, wist niet echt wat ik moest zeggen. Maar ja, hartstikke blij, want dat is waar je al die jaren voor werkt en voor getraind hebt. En dan ga je echt naar dat moment toeleven. En, je hebt er heel veel zin in. Ook wel een beetje spanning, omdat ja, blijf je debuut. Is normaal. Ja. Maar ja, ik denk hartstikke mooi om dat mee te maken. Dan heb ik een vraag van Ties. Wat was uw favoriete wedstrijd tot nu toe bij FC Utrecht? Oh, mijn favoriete wedstrijd? Ik denk, laat me zeggen, mijn mooiste wedstrijd die ik heb gespeeld dan sowieso PSV. Mm-hmm. Maar mijn favoriete wedstrijd is dan toch wel Cambuur. Cambuur. Dat was je debuut? Dat is ook mijn debuutwedstrijd. Ja, nee, mijn basisdebuutwedstrijd. En we stonden zeg maar, achter, heel snel achter. Mm-hmm. En binnen dit hebben we zeg maar, de wedstrijd helemaal omgedraaid. En dan zag je zo ook weer hoe het publiek er op een gegeven moment achter ging staan. Hoe het echt ging leven. Dus ik denk dat wel echt mijn en mooiste toen mocht het niet eens vol, hè? Toen was het volgens mij 1/3 of 2/3 vol. Maar toen dat, denk ik dat wel echt mijn mooiste wedstrijd was. Ik vond PSV ook mooi. Hè? Ja, PSV was ook echt heel mooi. En Feyenoord uit ook. Ja, zien we dat. Ja, Feyenoord uit vond ik ook echt heel mooi. Eigenlijk elke wedstrijd die elke wedstrijd. Maar ja, voor mij is zeg maar echt Cambuur ook gewoon. Maar gewoon alles wat er gebeurde, zeg maar. Alles wat fout ging in het begin ging fout. Ja. En op een gegeven moment ging alles weer goed. Alles viel goed. Ja. Dat we met 3 achterin gingen spelen. En, zulke dingen. Met Henk voorin. Ja. Een vraag van Mars CVSSR. Welke teamgenoot scoort het vaakst bij jou? Sander, denk ik. Sander heeft wel echt een goed venijnig schot. Die kan die bal zeg maar, zo neerleggen en dan heel raar over zijn standbeen schieten. Dat je denkt van, hè, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. En hij schiet ze echt hard, ver en strak in de hoek. Dus ik denk dat Sander wel een van degenen is die het meest scoorde bij Elfwerken. Dan heb ik een vraag van Renzo. Dat is eigenlijk een vraag van ons beiden, maar wat is jullie lengte? Eerlijk, van mij is... gaat hij lachen? Vind je leuk dit, hè? 1,60. Van mij is 1,68 precies te zijn. Dat is nog best groot. 1,68. Bijna net geen 1,70. Nee. Van jou? 1,93. Kijk, ietsje groter, ietsje langer. Ik kan niet een paar centimeter van jou nemen. Nee, die heb ik altijd nodig. Een vraag van Tim van der Weerdenhof. Tim van der Weerdenhof. Wat wil je doen na je carrière? Ja, een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Aan de ene kant lijkt me leuk om keeperstrainer te worden. Aan de andere kant, ja, na mijn carrière wil ik eerst gaan genieten, eerst een wereldreis gaan maken. Wereldreis? Ja, ja? Dat lijkt me leuk om gewoon overal naartoe te gaan. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika te beginnen, dan naar Zuid-Amerika, Europa, Afrika en dan naar Azië, Australië. Gewoon de hele wereld rond. En dan overal een paar dagen blijven. En daarna ja, zien we het wel. Nou, ja. Jij? Assistent trainer? Nee, echt niet. Nee, ik heb wel. Ik deed vroeger op school wel zeg maar, een trainersopleiding, trainingcursus. Mm-hmm. Maar ik zeg eerlijk, ik hou niet van kou en ik wil niet zeg maar, in de kou staan als ik trainer ben en zo. Dus daar twijfel ik nog een beetje op. Maar ik heb ook echt iets met fashion, met kleding. Daar heb ik ook wel echt iets mee. Modeontwerpen? Ja, nee, niet echt zoiets, maar gewoon iets met een eigen kledinglijn, kledingmerk, zoiets. Dat trekt me wel echt aan. Mm-hmm. Dus misschien ga ik wel die kant op. Ik heb hier nog een vraag van Verline 2009. Wie is het grappigst uit jullie team? Wie is het grappigst hier? Ik moet wel zeggen als Joey meetraint. Ja, Joey Houweling vind ik ja. Daar moet ik wel altijd erg om lachen. Ja, dan denk die wel man. Ja. Als die meetraint dan... Als die meetraint is hij wel het grappigst denk ik. Iedereen kan wel echt om hem lachen. Mark van de Marel. Ook wel. Ja. Ja, Mark ook wel. Maar voor de rest? Voor de rest valt het echt wel mee. En Sander Keller. Sander maakt ook wel. Ik heb een keer mijn broek aan elkaar geknoopt, kreeg ik niet meer uit de knoop. Klopt, Sander Keller maakt ook wel veel grapjes. Ja. Eentje van Kevin. Kevin. Gabella. Hoe komt het dat je niet zo goed bent in schaken? Nou, ik denk als we al de potjes naast elkaar gaan leggen, denk ik dat ik wel aardig voorsta op Kevin. Kevin heeft heel veel geoefend, heeft al die openingssets op internet opgezocht.
heeft hij 1 of 2 keer weten te winnen. Maar daar kan ik me nu goed tegen weren. En ik denk dat hij deze vraag stelt om zich een beetje omhoog te schakelen. Ja, 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 ja. Maar Kevin, als je luistert, als je er morgen bent, kunnen we een potje schaken. Dan zullen we het zien en dan zullen we ook de uitslag posten. Een vraag van Lorenzo. Hoe is het voor jou om zo'n opmars te maken in het eerste elftal? Aan de ene kant wel heel gek. Mm-hmm. Want het gaat echt allemaal heel snel voor mij. In het begin van het seizoen had ik nooit gedacht dat dit zo snel zou gaan. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook weer heel mooi. Zeg maar, als jongen vanuit de club, als jongen. Dat je zeg maar, nu gewoon echt maar als basisspeler in het eerste speelt. Dus oh ja, het is gek, maar ook heel mooi tegelijkertijd. Sta je er wel eens bij stil? Nee, eigenlijk niet. Nee. Omdat het zo snel gaat. Het gaat zo snel, snap je? De wedstrijden volgen zo snel. Ja, dat ook weer. Dus eigenlijk ja, gewoon gek en mooi tegelijk. Nee. Ik heb een vraagje van Aaron B. 2006. Hoe is het om voor deze mooie club en supporters te spelen? Ja, fantastisch. Als kleine jongen, net zoals jij, kom je hier in de deetjes. En dan krijg je 2 seizoenskaarten en dan ga je elke week ga je naar het stadion. Nee, het was in 1 seizoenskaart volgens mij, want dan kreeg je nog losse kaartjes. Of losse kaartjes. Kreeg je nog losse kaartjes voor elke wedstrijd. En dan ging je of met je ouders of met vrienden ging naar het stadion. En ja, die sfeer die er altijd was. Ik weet nog wel wedstrijd tegen Ajax 6-4 hier thuis. Die bekerwedstrijd tegen VVSB. Ja. En dan proef je die sfeer en dan ja, dat wil je ook meemaken. En ik moet zeggen, als je dan hier in het stadion speelt en het stadion is uitverkocht en het publiek gaat achterspelen. Ja, dat is het beste gevoel wat je kan hebben. Nou, eigenlijk wat jij zegt, precies hetzelfde heb ik ook gewoon dat gevoel als kleine jongen. Dan zit je op de tribune en dan nu speel je zelf, gewoon, het leeft gewoon echt. Ja. Ja, en de support die je voelt van de tribunes. Ja, dat zeker. Zeker ook bijvoorbeeld tegen NEC dat publiek erachter gaan staan. Ja, dat geeft ons gewoon een enorme boost. Ja, zeker. Mij persoonlijk ook. Je krijgt er heel veel zelfvertrouwen van. En het is hartstikke fijn en hartstikke leuk om dat mee te maken. Klopt. Dit was de Q&A van T-Mobile. Dankjewel voor het kijken. We hebben nog overlegd wat de leukste vraag was. Die had ik eigenlijk aan het begin al een beetje weggegeven. Dat was de vraag van Mosiani. Wat is je grootste geheim? Maar daar hebben we eigenlijk nog geen antwoord op gekregen, Fancio. Dus ik wil graag weten wat jouw grootste geheim is. Want het is wel de leukste vraag. Het is wel echt de leukste vraag, maar ik moet net als zei, ik heb niet echt... Ja, ik heb wel een geheim, maar niet een geheim... Vertel hem. Die ik zeg maar echt naar buiten moet brengen. Nee, die kan je niet delen. Die kan je niet delen eigenlijk. Ik denk dat... Als ik aan jou gevraagd heb, wat is jouw grootste geheim? Kan je dat ook niet zeggen? Ik heb geen geheim, ik ben een open boek. Kijk nou, zie je? Ga je dat ook zeggen? Ik denk dat het geheim van de Fancio nooit... dat we daar nooit achter gaan komen. Mo, dankjewel voor je vraag. Iedereen bedankt voor je vraag. Utrecht neemt contact met je op, Mo. En dan ga je nog een leuke prijs krijgen. Dankjewel voor het kijken. En laat weten in de comments wat je ervan vindt.